Dit is Flevoland met het regionieuws. Inwoners van Noordoostpolder mogen meedenken over hoogbouw. In een enquête van de gemeente staan vragen daarover. En met de uitkomsten wordt een visie op de bouwhoogte gemaakt. Volgens de gemeente wordt de bouwruimte steeds minder en daarom wil het college weten hoe inwoners tegen hoogbouw aankijken. Bij een steekpartij aan de Dwangmolenstraat in Almere-Buiten zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt. De politie meldt dat 3 slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. De melding van de steekpartij kwam rond 19:30 binnen. Volgens de politie was een ruzie waarschijnlijk de aanleiding, maar dat wordt nog onderzocht. Het aantal Flevolandse ondernemers dat online boeken en tijdschriften verkoopt is de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar 60. Tegelijkertijd zijn er in de winkelstraten juist boekwinkels verdwenen. De daling is het grootst bij winkels met kantoorartikelen. Het blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel en KVB Boekwerk. En dan het weer met Diana Woei. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het weer vandaag? Ja, heel anders dan gisteren. We beginnen de dag wel droog in onze provincie. Er zijn nu wat wolkenvelden te zien. De zon is net op. Het is overal droog. Op de regenradar kun je het zien. Maar er zit een storing vlak voor de kust van Noord-Holland en Zuid-Holland. En die komt onze kant op. Vanochtend kans op een enkele bui. Uit dikkere wolken kan wat regen vallen. Maar dat stelt niet voor. De meeste buien verwacht ik in de namiddag en avond. En daarbij is kans op onweer. Tussentijds is er ook wel ruimte voor de zon, hoor. Vooral vanochtend en begin van de middag. De temperatuur stijgt naar zo'n 22, 23 graden. Vergelijkbare waarden met gisteren, maar er staat wat meer wind. Op het moment is het nog wel rustig. Waait de wind vanuit het zuiden. Vanmiddag waait er een zuidwestelijke wind. Windkracht 5 op de meren. Nou, vanavond en vannacht hebben we dan ook nog te maken met een paar buien. Maar in de loop van de nacht wordt het droog en dan klaart het op. Daalt de temperatuur naar 12 of 13 graden. En daarmee wordt het de komende nacht frisser dan de afgelopen nacht. En morgen hebben we een lagere temperatuur dan vandaag. Hooguit 19 of 20 graden. Dat wordt wel even wennen. Verder staat er stevige wind vanuit het westen. Windkracht 6 op IJsselmeer en Markermeer. Maar het blijft overdag zo goed als droog. Nou, een enkele bui kan ik in de ochtenduren niet geheel uitsluiten. En de zon die schijnt ook van tijd op tijd. Dan hebben we donderdag een geheel droge dag bij 23 graden. En een matig tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. En vrijdag kunnen er weer een paar buien voorkomen. En dan wordt ongeveer 24 graden. Dankjewel. Dan moeten we morgen maar de tussenjas even uit de kast halen, denk ik. Ja, het is eventjes op en neer met die temperatuur. Ja. Maar je hebt het maar eventjes nodig. Want in de tweede helft van de week dan is het weer vrij warm. Oud en jong in deze aflevering van Flevoland is wakker. Maar ja, wat is oud? Nou, 104 jaar, dat vind ik best wel oud. Ja? En zo oud is ook de oudste polderpionier van Noordoostpolder. Hij is zometeen aan het woord. En wat is jong? 41 misschien? Nou ja, jong genoeg in ieder geval voor een nieuwe stap in zijn carrière. We hebben het over de nieuwe gemeentesecretaris van Dronten. Goedemorgen, Flevoland is wakker. Vrijdag blies hij 104 kaasjes uit. Kees Omtzigt uit Emmeloord en hij is een van de polderpioniers. Met zijn leeftijd is hij nu ook de oudste inwoner van Noordoostpolder. En voor die gelegenheid kwam burgemeester Roger de Groot gisteren langs met een bosje bloemen. Goedemiddag. Ja. Meneer Omtzigt. Zo, hoi. Nou, wat fijn u weer te zien. Nou, fijn. De vierde keer al, dacht ik, hè. 104 jaar. Meneer Omtzigt, u bent jaren geweest, 104 jaar oud. Ja. Hoe voelt dat om de oudste van Noordoostpolder te zijn? Nou, dat is wel een eer ook, hoor. Jazeker. Ja. Niet alleen het feit dat je zo lang meedraait. Ja, want u bent ook altijd betrokken geweest, toch, bij Noordoostpolder. U bent eigenlijk aan het begin van de Noordoostpolder bent u geweest. Ik ben zogenaamd pionier. Ja. Dat je voor augustus 45 2 jaar in de polder gewerkt had, was je pionier. Omtzigt is 16 augustus 1920 geboren in de Kwakel, een dorp in Noord-Holland. Zo'n 20 jaar later, in 1941, kwam Omtzigt naar Noordoostpolder toe om letterlijk de polder op te bouwen. In den onlangs drooggelegde Noordoostpolder wordt hard gewerkt om deze 48.000 hectare zo spoedig mogelijk voor de bodemproductie gereed te maken. Wat moest hij als eerste doen hier? Hier sloten graven. Gewoon echt met het schep? Ja, met de schop. Jazeker. En hoe was dat? Nou, je zou wel honger, hoor. Kees laat wat foto's zien, waaronder eentje waar hij een sloot staat te scheppen. Nou, dat was een Amsterdammer.
kan je ook zien hoe hij die schop vasthoudt. Op zijn Amsterdams. Nou, nee. Hij had een aparte schop. Je moest een schop en laarzen meebrengen als je naar de polder kwam. Ja. Ja, nou, hij had een aparte schop. Tijdens de ontginningsperiode verbleef Kees met andere polderpioniers in kamp Ramspol, net ten noordoosten van Kampen. Daar zaten ze met z'n tienen op een kamer. En was het ook altijd gezellig op het kamp? Want iedereen wilde ook, neem ik aan, dan een boerderij hebben. Ja, dat was allemaal. In wezen was je mekaars concurrenten. Kankeren, ja, jawel. Mopperen, kankeren, echt kankeren. Ja. Ja. Nou, zo gezellig klinkt dat niet. Nee. Na de ontginningsperiode in 1953 kreeg Omtzigt een boerderij toegewezen waar hij kon gaan boeren. Hij woont er nu nog steeds, maar dan wel in een mantelzorgwoning. Hoe zag het er toen uit? Kaland, doorsgeploegd, dat wel. Ja, en wat ging je toen verbouwen? Nou, om begin aardappelen natuurlijk. Eerst aardappelen? Ja. En want toen werkte mijn paarden toen in het begin ook, hè. Op twee paarden. Dus helemaal nog niet zoveel eigenlijk? Nee. Nou, daar moest ik het werk maar klaar krijgen. Inmiddels heeft de 61-jarige zoon de boerderij overgenomen. Trots op zijn boerderij is Omtzigt nog steeds, maar toch ziet hij wel beren op de weg. Hij ziet een nieuwbouwwijk Emmelhagen steeds dichterbij komen. Nee, maar verschuift al aardig op deze kant, hoor. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, dat hou je niet tegen, dat Emmeloord groeit. Hoe zijn boerenbedrijf ook eindigt, Kees is 104 geworden. En hoe hij dat bereikt heeft? U bent 104, wat is een beetje het geheim om nou, zo mooi oud te worden? Want... Nou, dat zeg ik, maar niet te veel dronken worden. Niet te veel dronken worden? Ja. Kijk, die steek weer in ons zak. Je hoort de oudste inwoner van Noordoostpolder dus, Kees Omtzigt, in een verslag van de nog jonge Roy Bloks. Rob Hamminga is bijna klaar voor het aansturen van de 450 ambtenaren van Dronten. In juli werd bekend dat hij vanaf 9 september de nieuwe gemeentesecretaris wordt. En de secretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders. En feitelijk dus de baas van alle gemeentelijke ambtenaren. Inmiddels is Rob Hamminga al aardig ingewerkt. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ja. De 41-jarige bestuurskundige is geboren in Groningen. En tot nog toe bij verschillende gemeentes kind aan huis geweest. Ik heb altijd al wel met interesse het vak van gemeentesecretaris gevolgd. Ik werk de afgelopen jaren heb ik veel bij gemeenten gewerkt. Nu ook bij een gemeente in het Oosten van Dam, bij de gemeente Hengelo als concerncontroller. Dus heb je veel te maken met de gemeentesecretaris. Ja, ik vind het vak van gemeentesecretaris, het opereren op het snijvlak of het werkzaam zijn op het snijvlak van college, ambtelijke organisatie en dat hele spel daartussen. Ja, het college wat natuurlijk heel erg ambitieus is, wat heel veel plannen heeft en ambities heeft, ook met het oog op de verkiezingen. En aan de andere kant ook de ambtelijke organisatie die het werk moet gaan doen. En ervoor zorgen dat de balans is tussen wat het college wil en wat we ambtelijk ook kunnen doen. Ja, daar het balans in houden, ja, dat vind ik een heel fantastische omgeving om in te werken. Dus dat ga ik straks allemaal aan de lijve ook ondervinden. Rob Hamminga volgt de 69-jarige Jan-Dirk Pruim op. Sinds vorig jaar in Dronten de gemeentesecretaris. En dat was hij ook van 1991 tot 1999. Ook in dezelfde gemeente. Een functie die veel omvat. Ja, die zijn heel divers. Die hebben A te maken met het politieke bestuurlijke domein. Dus de advisering van het college. Zijn de voorgelegde adviezen van de kwaliteit die een college mag vragen. Dus het is in de volle breedte van ruimtelijke ordening tot welzijn, tot toezicht, handhaving, vergunning, verlening. Alles komt in een week wel een keer voorbij. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie. Dus heb je te maken met de financiële positie, maar ook het informatiebeleid, juridische zaken en natuurlijk het personeelsbeleid. Spin in het web tussen politiek en het ambtenarenapparaat. 450 in totaal. En natuurlijk heeft Jan-Dirk een advies voor zijn opvolger. De gouden tip is, herken wat er in Dronten allemaal is. Herken de waarde ervan. Geniet ervan. En ga niet te snel gemeentesecretaris zitten zijn. Loop in de samenleving rond en word herkenbaar als zeg maar ambtelijk eindverantwoordelijk. Ook dat de inwoners dat ook weten en herkennen.
En Rob Hammenga heeft daar wel oren naar. Dat is ook inderdaad wat ik mezelf echt wel te harte neem. Ik wil ook, ik ga niet als ik begin op 9 september, dan zal ik ook niet gelijk zeggen van nou, we gaan het vanaf nu helemaal anders doen. Ik wil ook echt wel eerst gewoon mensen leren kennen, ook in de organisatie, het college. Gewoon echt gewoon goed een beeld te vormen. Ook op basis daarvan te kijken, en wat is dan het plan voor de komende periode? Hè? En waar kan ik dan ook inderdaad mijn toegevoegde waarde tonen? Heel veel energie, ook heel veel ambitie om de gemeente in ieder geval een stapje verder te helpen. De nieuwe gemeentesecretaris dus van Dronten per 9 september. Rob Hammenga, gesprek met verslaggever Roger Dankele. Wat heb je gisteren gemist op radio en tv? De bus van 5 dagen staat deze week bij het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Bestuur van dat ziekenhuis wil complexe zorg, zoals de intensive care en de spoedeisende hulp, verplaatsen naar Sittard Geleen vanwege gebrek aan zorgpersoneel. Huisarts Jan Palme maakt zich grote zorgen over dat plan. Hoe haal je het in je hoofd om in deze regio, die alle staatjes die je kunt bedenken, hè, Kerkrade Heerlen voorop, bovenaan staat qua ziektes, qua chronische ziektes, qua sociaal-economische ellende en dergelijke, dat je in deze regio dan besluit om een ziekenhuis weg te halen. Patiënten zullen bij het verplaatsen van de complexe zorg verder moeten reizen naar een ziekenhuis en dat kan voor grote problemen zorgen. Zo waarschuwt deze huisarts. We hebben nu al uitgerekend dat de aanrijtijden voor 200.000 mensen van deze regio, als we dadelijk geen echte IC meer hebben, met 13 minuten toeneemt. Dan zul je zeggen 13 minuten. Maar in die 13 minuten kan betekenen leven of dood, maar kan ook betekenen dat je uit een beroerte komt met alleen een wat slappe hand of volledig rolstoel afhankelijk bent. Urenlang in de file staan omdat er aan de weg wordt gewerkt. Het gebeurde eerst in Diemen door de afsluiting van de ringweg A10. En de afgelopen weekend was het raak in Nieuwegein door de afsluiting van de A2. In Nieuwsuur waarschuwde Rijkswaterstaat dat het eind nog niet in zicht is, want veel asfalt is aan vervanging toe, zegt directeur Erik Diepstraten van Rijkswaterstaat. Onze voertuigen zijn vele malen zwaarder. Ons verkeer wordt meer belast, of ons wegennet wordt meer belast dan we hebben berekend in die jaren. Dus het betekent ook echt dat onze infrastructuur achteruit holt. Daarnaast hebben we gewoon dat we een hele hogere norm nastreven in Nederland. We willen dat ons wegennet goed, beschikbaar en veilig is. De komende tijd gaat Rijkswaterstaat dus op nog meer plekken werken aan de weg. We gaan op de Asfaltdijk zijn we bezig. Op de A7 bij Purmerend zijn we bezig. We zijn bezig op de ringweg Amsterdam. We gaan bij de A16 Rotterdam aan de slag. En eigenlijk als je naast me ziet, zie je dat er enorm veel werkzaamheden zijn die op de weggebruiker afkomen. Dus het betekent ook dat als je de weg op gaat, echt even goed moet kijken. Waar zijn de werkzaamheden? Is mijn reis nu nodig of kan ik hem ook op een ander moment doen? Ja, hij noemt allemaal punten waar ik graag wil crossen. Hoor je dat? Nou? In de Haagse Lobby op Radio 1 ging het over de vraag of het kabinet wel of niet moet bezuinigen. Afgelopen vrijdag kwam het Centraal Planbureau met gunstige cijfers voor de nieuwe regeringsploeg. Maar het blijft oppassen, waarschuwt Elsevier's Weekblad hoofdredacteur Hella Huuk. Nou, dat je dus inderdaad veel te veel uitgeeft. En ze hebben natuurlijk met dat hoofdlijnenakkoord, dat is toen ook al behoorlijk gefileerd natuurlijk, toch ook wel wat onrealistische plannen gelanceerd. Hè? Dus ze willen heel veel geld, 1,6 miljard uit Brussel terughalen. We gaan meer dan 20% in de ambtenaren snijden, waarvan iedereen al een beetje dacht, nou, dat moeten we dan nog maar eens even zien of dat gaat lukken. En ook hoogleraar financiële markten Lex Hoogduin denkt dat de bezuinigingen voor de hand liggen. Als je dan meteen nu serieus Brussel zou nemen, dat kijkt veel verder vooruit dan maar 4 jaar. Dat kijkt uit tot 2038, echt langere termijn. En dan zou je ergens tussen de 20 en 25 miljard euro lagere uitgaven moeten krijgen. En nu het kabinet nog voldoet aan de regels, zolang je onder die 3 zit en onder de 60 zit, kan Brussel zeggen van ja, eigenlijk moet je lager zitten. En dat was wat je gisteren hebt gemist op Radio en TV. Deze week gaat onze reporter Reo van der Weijden op bezoek bij verzamelaars in Flevoland. En vandaag is hij welkom bij Ananda van Oort uit Lelystad. De tiener die spaart Pokémon-kaarten. Dat zijn plaatjes, zo groot als speelkaarten, met fictieve getekende wezentjes. Is er een Pokémon die je zelf zou willen zijn? In ieder geval iets van een Dragon-type of zo, dat kan vliegen. Dat zou wel cool dat zijn. Dat is wel een goed onderdeel van een Dragon-type. En wat is een Dragon-type? Laat dat is eigenlijk gewoon een Pokémon die op een draak lijkt zoals deze. Dragonite, ik kan hem even uithalen. Dat is letterlijk een draak. Die vind ik wel een mooie kaart. Dat is een van mijn favoriete Pokémon ook. Dus je koopt die kaarten
gewoon in de winkel of op marktplaats. En dan zitten ze in een pakje, hè? Ja, klopt. En dan zitten ze met z'n tienen in een pakje. Ja, 10 kaarten en nog een energykaart en een code. Ja, en dan, je weet niet wat erin zit. Nee. Nee, je kan het pakje in principe wegen. Want zeldzame kaarten die wegen net iets meer dan gewone kaarten. Zit hier iets tussen? Ja, dit heb je nog niet uitgezocht. Nee, dat heb ik gisteren opengemaakt en meteen in de trainerbox gedaan. Dus het zou kunnen dat hier iets in zit? Ja. Nou, ga er eens doorheen dan. Er zitten meestal 7 normale kaarten tussen, dus geen glimmende. Dan tegen het einde heb je 3 foils. En soms zit hier dan nog een zeldzame tussen. Maar in dit geval dus niet. En dan heb je nog een energy en een codekaart. En deze heb je allemaal? Ja, die heb ik. Als het goed is heb ik deze al dubbel. Hoe is het begonnen eigenlijk? Hoe is dit? Gewoon met een pakje dat je kreeg ergens? Of? Ja, ik was eigenlijk. Mijn zusje die speelde een Pokémon-spel op de computer. En toen was ik met haar mee gaan kijken. En toen vroeg ze me of ik mee wilde doen. Dus ja, het leek me wel leuk. Dus ik ging meedoen. En dat was een Pokémon-spel, wat ik al zei. En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. En toen later toen kwam ik erachter dat ze ook Pokémon Magazine hadden. Dus tijdschrift. Heb ik er eentje gekocht. En er zat zo'n pakje bij van 3 kaarten. Het was eigenlijk zo leuk, al die kaarten, dat ik toen ben begonnen met sparen. Allemaal pakjes kopen en boxen, boosters, dat soort dingen. En nu zijn we hier. En nou heb ik ook wat van die kaarten thuis slingeren. Dat weet ik. Ik weet alleen niet waar. Maar die slingeren echt. Maar die zijn al gratis een keer gegeven. Kan daar dan wat tussen zitten? Of is dat weer iets heel anders? Nee, dat zou best kunnen. Het is bijvoorbeeld hele oude kaarten van voor het jaar 2000 eigenlijk. Die zijn meestal best wel wat waard. Vooral Charizard, zoals ik al... Ja, dat is die bijzondere Pokémon. Daar wordt gewoon heel veel voor betaald. Van de base set bijvoorbeeld. Dat is de eerste set. En ja, oude kaarten die zijn in principe meer waard dan moderne. Ja. Zijn ook moeilijker te vinden. De pakjes bestaan eigenlijk bijna niet meer. Maar dan zou het mooi zijn als je ze nog in pakjes hebt. Natuurlijk ook die oude kaarten. Ja, oude pakjes die zijn heel duur. Ja. Daar begin ik niet aan. Nee, want ik denk dat ik wel... Als ik gewoon denk, dan denk ik wel dat ik... Dat ik oude kaarten heb weggegooid. Ja, en oude pakjes misschien ook wel... Ja, dat is heel erg natuurlijk, inderdaad. Ik denk dat een van de duurste die ik heb, dat deze is. Die is zo'n €120 waard op het moment. Maar echt, die hele dure kaarten zijn meestal Japans en ook gegrade, dus getaxeerd eigenlijk. Wat kost dan die duurste, weet je dat? Nou, er is een kaart die is volgens mij voor een paar miljoen gegaan, maar dat is echt one of a kind. Kan je het een keer compleet hebben? Of is dat, kan dat helemaal niet? Nou, als je alle soorten wil, van alle talen ook, dat is eigenlijk niet te doen, maar... Sommige modernere sets, zoals deze, die kan je wel compleet hebben. Het kost natuurlijk wel veel geld, maar dan heb je ook wat. Morgen is onze verslaggever op bezoek bij een honkbalpetten. We gaan eens kijken naar de berichten van buiten Flevoland. Rijkswaterstaat en Nieuwegein die hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat het verkeer de komende weekenden weer muurvast staat. Door de werkzaamheden aan de A2 stonden automobilisten in omliggende gemeentes urenlang in de file. Maar nu zal het beter gaan, verwacht de burgemeester van Nieuwegein. En ik heb gezien dat een hele hoop mensen vandaag samen hebben gewerkt om die maatregelen ook samen eigenlijk uit te denken voor komend weekend. En ik denk dat dat wat we afgelopen vrijdag werden we geconfronteerd en eigenlijk ook verrast met wat er gebeurde, zijn we nu veel beter voorbereid. Die maatregelen zijn matrixborden, verkeersregelaars en stoplichten die langer op rood staan. Toch roept de burgemeester automobilisten nog steeds op om de komende weekenden de snelwegen rondom Nieuwegein te mijden. Weet je wat ik nou mis in deze maatregelen? Nou, Google Maps. Want als die een omleiding aangeeft op Google Maps... Ja. Dat doen natuurlijk tientallen mensen. Ik heb het ooit een keer gehad, ergens anders langs de A27... ging iedereen langs hetzelfde industrieterrein. Ja, ja, ja. Dan stond daar de file naar. Ja, dat schiet ook niet op, nee. Maar goed. Een tegenvaller voor Nederlandse appel- en perentelers. Vanaf vandaag gaat de perenoogst van start... maar die is waarschijnlijk een stuk kleiner dan verwacht... Zo'n 1100 telers die beginnen vanaf morgen met plukken. Volgens de brancheorganisatie is de oogst zo'n 10% kleiner dan vorig jaar. De boosdoener is de vele regen van het voorjaar. Ja, het is bijzonder nat geweest. Echt onvoorstelbaar nat weer gehad. We hebben hier percelen gehad die gewoon onder water gestaan hebben van de regen. Ja, een nat jaar met uitdaging, om het zo maar te zeggen, gehad. Ja, en ook de appelteelt valt tegen. Die wist nog niet te herstellen van een keverplaag vorig jaar. Is nog altijd wat, hè? Als je boer bent. Dan is het te nat, dan is het te droog. Ja, en dan weer een keer. Het is nooit goed. Nee. Israël heeft een Amerikaans voorstel voor een staakt het vuren in Gaza geaccepteerd. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken na een bezoek aan de Israëlische premier Netanyahu. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it.
It's now incumbent on Hamas to do the same. Welke voorwaarden er gelden voor die wapenstilstand is nog niet bekend. En de grote vraag is natuurlijk hoe Hamas op dat Amerikaanse voorstel gaat reageren. De opkomst van de parlementsverkiezingen op Sint Maarten is een stuk lager dan in januari. 61% van de mensen heeft gestemd, 6% minder dan begin dit jaar. De stemlokalen in Sint Maarten zijn inmiddels dicht, maar er is nog geen uitslag bekend. Volgens correspondent Dick Draaier zijn er geen grote incidenten geweest. Wel kreeg ik een aantal foto's opgestuurd. Die zouden bewijzen dat er aan votebuying, stemmen kopen, is gedaan. He, omdat te voorkomen zijn de bekende gordijntjes in de stemhokjes weggehaald hier op Sint Maarten. Zodat je niet makkelijk een foto van je stembiljet kan maken. En daarna kan inleveren voor een geldbedrag. En dat is dus niet helemaal gelukt. Hoe noemden ze dat in Nederland ook weer? De stemfee toen destijds. Als je een selfie van jezelf maakt, terwijl je aan het stemmen bent. Ja, maar dat deed niet voor geld, maar dat deed voor de lol. Ja. Op die manier, ja. Omdat er onrust werd verwacht, waren er Nederlandse en Curaçaose militairen ingevlogen om te helpen. En dat waren ze de berichten van buiten onze provincie. Bijzondere verzameling? Verslaggever Reo van der Weijden gaat langs bij Flevolanders met een bijzondere verzameling. Van Pokémon-kaarten tot tractoren, het komt allemaal voorbij. Flevolandse verzamelaars. Deze week op radio, tv en online.